Op het Wilhelminaplein werden van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 december 3 DJ's opgesloten in een glazen kooi voor de inzamelingsactie voor een lokaal goed doel en dat was Stichting Jeugdcomité Zomeren. Op woensdag 7 maart werd de cheque uitgereikt aan het jeugdcomité. Evelien Thijssen en Johnny den Dekker van de Glazen Kooi Organisatie. Hoe blikken jullie terug op die laatste Glazen Kooi? Geslaagde editie, denk ik. Zeker weten. Eigenlijk het eerste moment dat ik het plein betrad, toen dacht ik echt wauw, we hebben het toch allemaal van elkaar gekregen. Echt de setting en super. Ja. Ja. Alles wat je verwacht had is uitgekomen. Ja, ik kon het wel enigszins inbeelden wat we allemaal geregeld hadden. Maar als het er echt staat, dan het was echt ontzettend knus en gezellig. En geslaagde editie. Ja. En natuurlijk deed het voor het goede doel. En ik denk dat we daar zeer tevreden naar terug mogen kijken. Ja. Het goede doel is dit jaar Stichting Jeugdcomité Zomeren. Waarom zij en anderen niet? Ja, de toekomst van zomeren zei ik altijd maar. Dus vorig jaar de oudjes gehad en dit jaar de toekomst aan de beurt. Ja. Wanneer komen wij aan de beurt? De middengroep? Ja, ze valt nog te betwisten. Stuur even een berichtje, wie weet, daar kijk ik er eventjes naar. Ja. Het is een flink bedrag, hè? Daar val je bijna van achterover. Tenminste, ik zag ze net bijna vallen. Klopt, ja. Dat uiteindelijk doen we daar natuurlijk alles voor. En we hopen elk jaar natuurlijk zoveel mogelijk eruit te kunnen trekken. Ja, jullie zijn al bezig met de voorbereiding van de glazen kooi dit jaar? Ja, daar zijn we allemaal bezig. Ja. We hebben ons eerst gefocust op van hoe gingen de laatste 2 edities en wat willen verbeteren. En vanuit daar gaan we weer speculeren hoe we het verder gaan aanpakken voor de komende editie. Want we komen zeker weten terug. Er zijn 2 geslaagde versies. Jullie kunnen nooit meer stoppen. Willen we ook niet. Nee. Dus jullie zeggen dat het eerste jaar gewoon nog zeker doorgaat nog met dit? Ja, zeker wel. Ik ben helemaal gemotiveerd en ik denk alle vrijwilligers die tot nu toe aangesloten zijn, daar zou ik zeker mee door willen gaan. Erik Maas en Vera Denen, jullie houden de cheque goed vast, hè Vera? Ja, die laten we niet meer los. Hè. We zijn natuurlijk super blij met wat we hebben opgehaald. Het bedrag is geen verrassing voor jullie, Erik, maar jullie zijn toen op het moment dat het bekendgemaakt al natuurlijk bijna achterovergevallen. Ja, enorm. Dol enthousiast uiteraard. Al die dagen in spanning gezeten van ja, god, wat lukt het? We hadden allerlei zaken extra georganiseerd als pannenkoekenbak, et cetera. En ja, god, dan ben je aan het einde toch wel benieuwd van ja, wat is dan het resultaat? En ja, enorm, fantastisch. Ja, deze bedragen kunnen jullie echt mee vooruit? Ja, zeker. Ja. Ja, we willen er verschillende dingen mee doen. We staan nu in het nieuwe honk. En daar zijn ook wat aanpassingen gedaan. Daar is een klein gedeelte voor gebruikt. Maar we willen het vooral ook inzetten om alles wat we organiseren betaalbaar te houden. En leuke extraatjes te doen tijdens de verschillende activiteiten voor de kinderen. Dus volgend jaar doen jullie weer mee? Dat zou mooi zijn, maar we gunnen het ook een andere groep. Wat kan je er allemaal mee doen? Want je zei al, prijzen naar beneden halen, maar ik zie hier een nieuw pand. Er zal nog veel aan moeten gebeuren, of niet? Ja, klussen hier, schilderwerk, opknappen van hier onze locatie waar we wekelijks geklust wordt voor alle activiteiten zoals Zeskamp en het Bouwdorp om de spellen mogelijk te maken. Nou, ook voor de spellen hebben we iedere keer materieel nodig, hout, noem het maar op. Buiten staan nog een aantal containers waar allerlei spullen in zitten die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Dus, en ons doel is toch om jeugdwerk zo betaalbaar mogelijk te houden voor alle portemonnees. De honk komt voor jullie wel heel erg goed uit, hè? Die komt echt goed gepast, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ja? Want jullie komen ook regelmatig hier als jeugdcomité? Hier wordt echt wekelijks geklust. Sowieso door de mensen die klussen voor Bouwdorp. Die klussen het hele jaar door. En voor de Zeskamp is eigenlijk van januari tot en met mei wordt het hier druk gebruikt. Dus het wordt goed gebruikt. Ja. Vera, ze hebben de cheque al overgemaakt. Ik denk dat je ze al bedankt hebt, of niet? Ja, we hebben ze zeker bedankt. Ook toen in eind december. Maar voor nu ook. Het is echt ontzettend leuk wat ze voor ons gedaan hebben. We zijn echt... Kijk, nee, dit gaat niet goed. Nee, ik ben ook anders. Ja. Dit moet er even uit. Vera, je kan ze niet genoeg bedanken. Nee, klopt. Nee, we hebben het toen al gedaan, uitgebreid. Maar we willen het nu ook echt zeker nog een keer doen. Want naast een fantastisch bedrag hebben we ook gewoon echt een paar hele leuke dagen gehad. Veel kinderen daar gehad, leuke activiteiten. Dus ja, we kijken terug op een hele leuke paar dagen. Maar ook met een mooi bedrag in onze handen. Ja, de klussen zullen weer aan de gang moeten. Zullen we een mooi lijstje om die cheque moeten komen? Ja, misschien moeten we inderdaad wel een lijst aan hier ergens neerhangen en laten zien wat we van de glazen kooi hebben gekregen. Evelien en Johnny, jullie houden de jeugdcomité in de gaten wat ze met het geld gaan doen? Ja, via Facebookpagina zullen we in de gaten houden wat ze eigenlijk met het eindbedrag zullen doen. Zullen we ook zien dat er erkenning aan het bedrag wordt gegeven.
Ze gaan er geen vakantie van vieren, of wel? Nee, dat is niet de intentie, nee. Dat is niet te hopen. We hebben nu al gezien met de opnames die in het filmpje te zien zullen zijn, dat ze al ontwikkelingen aan doen zijn voor de nieuwe locatie. Ja. Dus dat is mooi om te zien. Johnny, even kijken naar de toekomst. Ja, uiteraard. Volgend jaar gaan we gewoon weer verder. En ja, als je jezelf geroepen voelt om iets te doen voor zomeren, laat het gerust van je weten. Wij zijn blij met alle aanmeldingen, met alle ideeën die wij volgend jaar kunnen gaan doen voor een nieuwe sponsor. Ja. Johnny, als nou verenigingen of stichtingen de filmpje zien en denken van nou, ik wil ook een aanmerking komen voor de glazen kooi. Wat moet ze dan doen? Schroom niet om jezelf aan te melden en neem contact met ons op. Jullie gaan al binnenkort weer al vergaderen over de volgende? Ja, wij gaan binnenkort inderdaad achter de schermen uiteraard weer verder. De eerste vergaderingen die gaan dadelijk alweer van start. En dan gaan we verder met volgend jaar, 2018.